Hallo, welkom bij een nieuwe video. Welkom, guys. Delano, wat weet je allemaal van Pop the Balloon? Want het is toch wel een belangrijke vraag die ik even moet stellen. Nee, dat begrijpelijk. Ja, ik weet er eigenlijk niet heel veel vanaf buiten de TikTok-clips om. Maar ik weet wel dat Snapking heeft meegedaan. En toen ik Snapking in de thumbnail zag staan en dat ik hem ook op TikTok had gezien, dacht ik van, hé, waarom gaan we er niet op reageren? Ik dacht tegelijkertijd ook van, weet je, als Snapking erin kan zitten, zou Delano en ik het eigenlijk ook wel moeten kunnen maken. Ik denk dat wij twee echt wel, wij zouden echt wel ver kunnen komen in Pop the Balloon. Denk je ook niet? Ik ben niet van plan om mee te doen, maar misschien. Oké, maar laten we beginnen met Pop the Balloon, aflevering 2. Welcome to another episode of Pop the Balloon in the Netherlands. Yo! This video will be translated for all non-Dutch speaking people. Kijk, hij probeert gewoon internationaal te gaan. Ja, ik weet het ook niet, maar hij probeert gewoon internationaal te gaan. Hij probeert het slim aan te pakken ofzo, maar het werkt volgens mij niet helemaal. Als je een Nederlands publiek hebt, kan ik je bijna garanderen dat het niet gaat lukken. Dan moet je een nieuw kanaal beginnen en het in Engels doen, maar nee, dit werkt gewoon niet. What's Gucci, man? So... Ja! Nee. Maar ook het feit dat hij de lucht gelijk neukt. Tel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat verwacht je? Wat zoek je in een man? Ik ben Christina, ik ben 20. En wat ik zoek in een man is gewoon echt het leiderschap. Weet je, ik vind het nog wel knap dat het niemand gepopt heeft. En niet dat ik zou zeggen dat ik bij haar zou poppen, want het is echt een prachtmens. Maar normaal, in ieder geval bij de vorige deel, bleven er nog maar 2 mensen over bij elke chick. Dus dit is echt gewoon nieuw. Nieuw. Maar ook gewoon dat we kunnen chillen en een goede vibe kunnen brengen, man. Dat eigenlijk. Oké. Okay. Wat is je type? Waarom faal je? Ja, ik heb niet echt een type, maar ik wil wel gewoon kijken wat ze hebben. Kijk, goed zo. Kijk, zo moet je doen. Ik heb niet echt een type, want dan beledig je niemand en dan heb je nog kans dat mensen zitten van, weet je wat, ik ga het niet doen. Als je zegt, ik val op blakka's, ja, hartstikke leuk, maar elke white guy die gaat gelijk poppen, want die weet toch gelijk van, ja, maar dit gaat hem niet worden. Nee, maar dat is op zich wel vanzelfsprekend. Ik bedoel, gewoon geen type hebben, gewoon neutraal erin gaan. Ja, kijk, zo moet je het doen. Deze meid pakt het tactisch aan. Kijk, de vorige aflevering zaten mensen nog even te kijken. Maar in deze aflevering, iedereen die meedoet, die weet gewoon van, oké, we moeten even die tactieken toepassen. Ze hebben allemaal de vorige aflevering gebestudeerd. En ze weten van, oké, dit moeten we allemaal doen om een beetje in die game te kunnen blijven. En dat is best wel slim eigenlijk, hoor. Mijn naam is Joe. Waarom ik niet heb gepopt is omdat het ziet toch wel goed uit. Volgens mij heb je het best gedaan. Maar ik heb wel een vraag. Ja. Spotje. Bro! Wat? Haar kop ook thuis. Het is echt zo. Wacht, wat vraag je me? Waarom denkt iedereen die meedoet aan deze show dat ze het recht hebben om gewoon zulke vragen te stellen? Als in, weet je, you do you, maar goddamn, ouwe. Ik zou echt op je neus geslagen hebben. Hij probeert echt gewoon een statement te maken. Gewoon zo'n 1,50. Kijk, nu ga ik je terug beledigen, hoor. Kijk, jij gaat proberen te beledigen, dan ga ik je terug doen. Nee. Je sport niet. Mm-mm. Dat is bang. Wat is je afkomst? Ik ben anti. Ik vind het wel erg dat ze überhaupt gewoon, toen ze zei, nee, ik sport niet, dat er iemand popte. Je hoort gewoon op de antwoord iemand poppen. Ja. En dan, kijk, Wiedem's kop ook zo. Oké, en poppen begint. Ik heb volgens mij ook een update gemist. Wat is er mis met anti? Blijkbaar een taboe of zo, maar zo gaat het blijkbaar een Pop the Balloon, want ze poppen bij hem alles. Waarom weer gepopt? Ik heb sowieso slechte ervaring met anti's, dus. Ja, weet je, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ook slechte ervaringen met vrouwen, dus ik denk dat ik maar naar de mannen toe ga. Ja, kijk, dat kan. Ja, weet je, wat moet ik erover zeggen? Dat is voor mij... Ik hou van mannen met stamina, dus jij kan sowieso niet daar... Wat? Hoe kom je daarbij? Ja, Chicky! Ik denk dat ze daar hebben gepost. Ze zit allemaal van... Oh, ze is anti, ze gaat terugvuren. Ja, nee, geen zin in. Ik moet zo snel mogelijk hier weg. Wie zegt dat zij ook is... Als wat je hebt meegemaakt. Anti's zijn sowieso broer, ja, algemeen. Daarom. Ben je anti, ja? Ja, man. Oké, dus je weet het sowieso beter dan ik. Ja, nee, tuurlijk weet hij dat. Fucking hell, ja, tuurlijk, ouwe. Ja. Tuurlijk weet hij het dan. Dat is niet ervaring. Normaal. Oké, ja, dan heeft hij geen vooroordeel, maar ja, hij praat vanuit zijn eigen ervaring, als hij het zelf is. Hij heeft waarschijnlijk 3 zussen en alle 3 die zussen, hij ziet ze gewoon en hij denkt van, ja, nee, ik ga er nooit mee dealen. Nooit van mijn leven dat ik met 1 van mijn zussen ga dealen. Weet je, groot gelijk. Ja, man. Vertel, waarom heb je gepopt? Ja, je sport niet. Dat vind ik wel belangrijk. Dat je gewoon beweging hebt. Zo. Kijk, je hebt altijd wel tijd. Wat doe je in dagelijks leven? Je hebt altijd wel tijd. Nou, sorry jongen. Ik zeg het je eerlijk. Het ziet er ook niet uit alsof jij veel beweegt. Maar kijk zijn gezicht. Tongetje. Fucking hartering. Nah.
ik word wel een beetje hitsig van. Ik zeg het je eerlijk. Maar fucking hell, dat kan je niet maken. Wat? Ik maak muziek. Ik pas op mijn neefjes en nichtjes. En voor de rest, in augustus begin ik met een nieuwe opleiding. Ja, dat eigenlijk gewoon meer. Gewoon echt met mijn familie en gewoon gezin. En gewoon chillen. Ja, ja. Vindt sporten niet belangrijk dan? Of, Waarom gaat het zo door op het sporten? Ook dat handje erbij. Zo, sporten niet belangrijk. Maar wat probeert hij te zeggen? Hij probeert gewoon te zeggen dat ze dik is en dat ze moet gaan sporten. Maar ondertussen, deze guy sport ook niet. Want hij is echt letterlijk gewoon... Ik snap zijn punt gewoon niet. Ik weet niet wat hij zit te lullen. Nee. En die skinny jeans van hem ook. Fucking bro. We leven niet in 2014. Kom op. Sport jij? Ik sport, maar ik ben geen personal trainer of zo. Hij is personal trainer, dus... Je weet toch? Ja, je moet blijkbaar als personal trainer zijn voordat je iets kan zeggen. Daar is hij al hoor. Je hoort al de eerste kill. Gewoon, het begint al. Die man naast hem, die gaat al gelijk stuk. Kill counter, oh nee, niet de kill counter. Vertel, waarom ben je gepopt? Je was 20 toch? Klopt. Ja, 20 vind ik sowieso een beetje aan de jong kant. Maar je dacht, is nog een twijfel. Daarna zei je was anti. Ben je fully anti? Ja. Ja, is die hoofdpijn toch? Ik zeg je eerlijk. Er is echt iets met... Dit je op de leeftijd te zeggen en dan toch ineens op de anti-verhaal terugkomen. Hij is wel slim, hij geeft twee redenen. Waarschijnlijk was het gewoon puur anti. Hij zat gewoon, oké, leeftijd, wat kan ik nog meer bij gooien? Ik ga niet sporten erbij zeggen, oh, dat is gemeen, ik ben niet die andere guy, weet je. Hij is lief. Dan denkt hij, oké, wat kan ik zeggen? 20, oké, dat is een beetje jong voor mij, top. Waarschijnlijk is die guy 22, 23. En dan in één keer, oké, wat kan ik nog... Wat is de echte reden? Ja, anti, dus dan moet ik er daarna wel zeggen. Is die wave echt of nep? Weef, dit zijn vlechtjes. Is het echt of nep, dat haar? Dit is gewoon vlechtjes, nep. Maar mag voelen? Kerel. Ja, bro, is zo... Is die wave? Ten eerste, inderdaad, het is geen wave. Dus dat vind ik wel mooi. Is het echt of nep? Nep. Mag ik voelen? Nee. Oké, kill. En dan de kill counter gaat op 2 en dan gaat hij poppen. Fucking, wat een guy, man. Zou je meteen kunnen uitleggen waarom je hebt gepopt? Ik wil alleen voelen als het haar echt of nep was. Maar ik heb het je toch gezegd, waarom kan je niet gewoon van wat ik zeg gewoon geloven? Het gaat erom, als ik het voel, weet ik het. Oké, is goed. Wat een kutreden. Hij probeert zichzelf te forceren grappig te zijn. Maar hij is grappig omdat hij Snapking is. Niet grappig omdat het werkelijk omdat reden, hij grappig is. Anders zou hij gelukt zijn. Dat is. Hij is alleen grappig doordat het Snapking is. Fucking kutzooi. Stel ik even hoe het is dat bro eigenlijk gewoon de haar wil voelen en dat hij de haar niet mag voelen en dat hij dan gaat poppen. Dat is eigenlijk best wel vaag, fucking vaag. Like bro, waarom moet je per se een haar voelen? Wat is het nou allemaal, joh? Ik weet niet, man. Iets kan werken, hè? Die lach, het verbergt. En ze lacht nu ook gewoon. Ik weet niet of het negatief is of positief. Oh, yeah. Ik zeg je eerlijk, die jongens, die Antilliaanse chickies, ik heb ook veel problemen met ze gehad, man. Ja, man. Maar jij houdt wel ervan. Ik hou van een beetje spanning gewoon, weet je, daarom... Ik heb het een beetje idee dat hij stoned is. Zeg goede vibe, alleen weer iets tegen anti's. Houdt niet op, hè? De anti-haat houdt niet op. Ben ik jouw type? Zal ja, je bent een knappe jongen, je bent echt mooi. Maar ben ik je type? Ik heb geen type. Maar je bent wel echt mooi. Okay. Waarom popt my guy? Er gebeurde niks. Meid zegt, ik heb echt geen type, maar je bent... Oh nee, ik weet het. Hij is gewoon gehoord omdat zij zegt, jij bent een knappe jongen. Ik zag een super authentieke lach naar die guy toe gaan en ik word jaloers. Hey, hij is wel eerlijk, weet je. Geld, hè? Ja, je kan zeggen wat je wil, maar hij is wel gewoon eerlijk. Hij is gewoon... Hij zegt waar het staat. Ik ben jaloers, man. Is niet jouw vrouw. Dat mag toch? Ja, maar als ik potentie zie, dan denk ik al aan trouwen en zo. Snap je wat ik bedoel? Ik ben al in mijn hoofd, zijn we al getrouwd in die dingen. Snap je? Ik heb al 5 kinderen en zo. Ja, dus dat is het ding. Maar ze mag niet lachen naar een andere jongen. Nou, ik word jaloers. En dat is precies waarom ik slechte ervaring heb met een Italiaanse vrouw. Oké. Vorige Antilliaanse chickie die heeft gewoon gelachen naar een guy en dat was het. Ik heb een beetje de indruk dat je wife gewoon wil opsluiten. 24-7. Ja. Wat vind je hiervan? Om eerlijk te zijn. Maar je bent gewoon niet een leuke dame, maar weet je toch? Maar ik zou ook heel eerlijk zijn.
Je bent ook gewoon wel gewoon een mooie jongen, maar niet mijn type. Ze had geen type! Ze had geen type! Maar hij is... Bro, besef even, dan ben je wel echt gedowngrade. Okay. Als je geen type hebt, maar jij bent precies als enige niet zijn haar type, weet je wel. Die guy is het enige wat precies niet haar type is. Schrijf je type, nou niet die guy. Kijk, ze weet niet wat haar type is, maar ze weet wat niet haar type is of zo, blijkbaar. Ik denk niet dat wij echt samen iets zouden kunnen doen. Oké, maar dat is cap. Ik denk als die balans gehouden, zal het gewoon... Mega nagel gewoon. Nou, dat gewoon. Wat? Ik dacht dat Snapkin de show maken was vandaag, maar... Hé, hey, misschien is het wel Stoned Guy. Wel één van ze die je wel zou kunnen helpen, van wat je hebt gehoord. Denk het niet. Wat zei je? Ja, sowieso wel. Je kan haar helpen? Sowieso. Met alles? Met alles. Hoe ben je zo zeker? Ik kan iedereen opliften, vrouw, man, maar niet op een romantische manier. Hey, hij kan alle vrouwen, hij kan alle mannen opliften, hij mag mij opliften, deze guy. What the fuck? Ik heb wat vragen. Mag. Hoeveel maak je? Als ik dat van mag weten. Ja, per maand. Per jaar of per maand? Per maand? Per jaar. Maand. Wat per is maand, je inkomen? Het gaat gelijk over geld, hè? Waarom gaan ze opeens over geld? Ik dacht het is op zich een chille meid. Maar waarom vragen over geld? Ja, want als ze zo meteen zeggen van ik maak 1 of 2k, dan is het niet genoeg. Bro, 200 euro per maand. Take it or leave it. Fucking damn, ouwe. Holy tyfus. Ja, nee, hier kan ik niet tegen. Nu vind ik het een bitch. Dit is gewoon toxic. 2k. Oh, oké. Okay. Ja. Gaat dat je helpen? Zou dat je helpen? Nee, niet dat ik let op geld, maar ik moet wel kunnen weten of het wel goed is. Waarom? Wat gaat... En daarmee bedoel ik, stel je voor, ik wil bijvoorbeeld naar Walibi gaan en ik heb het soms... Walibi, 20 euro, kerel! Nee, Snapking ineens. Hij heeft ook een punt, toch ook? Dat is het hele ding. Heb ik jou wat gevraagd? Heb ik jou wat gevraagd? Kiel, Walibi is 20 euro. Iedereen kan Walibi betalen. Ja, in de zin van, gevraagd? Hoef je niet te vragen heb aan hem voor gevraagd? Die maak. Nee, toch? En op het moment dat je gedist wordt door Snapking en Snapking heeft nog een punt ook, dan sta je gewoon, dan kom je niet meer terug. Dan kom je niet meer terug in de wedstrijd. Precies. Dat is klaar. Ballon even aan, guys. Batty Sanga heeft wel een soort van aura of zo. Het feit dat iedereen popt. Ik vind het ook mooi. De enige guys die niet hebben gepopt, één daarvan die kijkt letterlijk zo als shit, man. Waarom heb ik niet gepopt? Oh, en hij is de enige. Hij is de enige die nog. Fucking hell. Je bent gaan stampen op je ballon. Was dat echt nodig? Bro, was meer dan nodig, kill. Waarom? Ik had gehoopt dat Sepke grappiger zou zijn, maar hij probeert te erg grappig te zijn door gewoon gemeen te zijn. Het is. Nah. Waarom heb je gepopt? Nou, je bent hier al 5 keer geweest. Damn! En eerlijk is hij ook. Nou, ik ben geen 5 keer geweest. Misschien 5 keer? Dat is genoeg. Nee, weet je wel. Waarom is het genoeg? Ja, genoeg. Nee, maar... Ik zie niet dat bijvoorbeeld dat mijn vrouw 5 keer naar pop de ballon gaat. Weet je, daar heeft hij ook wel een punt. Ik zie niet voor me dat mijn vrouw 1 keer naar pop de ballon gaat. Wat zou je erg vinden? Als je vrouw een keer een gangbang heeft gedaan of een keer mee heeft gedaan naar pop de ballon? Nou, dat is niet zo moeilijk, denk ik. Pop de bloem. Perfect. Blijkbaar.